mensen van Onze Games. Ik ben Marvin van het kanaal Extreme Gaming en ik doe vandaag een gast doen. En ik ga een minigame doen met allemaal minigames erin. Dus dat heet Minor Wars. Als ik nou bijvoorbeeld, nu heb ik een minigame verloren, nu heb ik nog steeds 0 punten. Nu moet ik creepers ontwijken. Het zijn allemaal kleine leuke minigames. En ja, dat vind ik wel leuk om een keer te doen. En ik hoop ook dat ik nu meer abonnees krijg door Laurens. Ik hoop het. Puntje 3. Nu moet ik dus dit afgedaan. Nu heb ik weer een punt erbij. Ik heb 1 punt. Nee, nu 2. Kijk maar op mijn XP-bar. Into the Void. Het is de bedoeling dus om dit te winnen. En ik sta tot nu toe 3 punten en de hoogste heeft 6. Dus ja, ik moet nog wel winnen. Nog wat? Ja, ik heb hem. Nu heb ik die gast best wel genaaid, want hij wou hem net doen en toen heb ik hem... Oh, ik heb weer Coco Beans. Huh? Ik had er net op gedaan. Huh? Raar. Ik had gewoon een punt, weet je. Simon Says. Sneak. Oh, dat heb ik niet eens gedaan. Puntje piggy. Waar zijn de piggies? Oh, nee. Weer een mini... Mijn oor. Ja. Nou, die gast liep net weg. Maar terwijl hij hierin zat. Nou, nu heb ik weer een minigame gewonnen. En ja. Avoid the creeper. Ah, ik ben dood. De creeper had me. Oké, dit ga ik verliezen. Want de hoogste heeft 10 punten en ik heb 5. Dus ja, nu heeft de hoogste 11. En ja, alsnog. Food fight. Ik moet nu dat ding hebben. Ja, ik heb... Nee. Cakeje. Ja, ik had hem. Ik had een cakeje. Nee, ik had toch een cakeje. Niet. Vuur. Jump. Ja. Ik heb gewonnen weer. Voidfall. Nee. Oh, ik dacht dat je Void... Ja, dan moet je in links springen. Dat was het dus niet. Ja. PG3. Hey. Ja, ik had er één. Ja. Ik heb 7 punten, de hoogste 15. Ik ga hem gewoon inhalen, ik weet zeker. Weet voor, nu moet ik gaan tekenen. Ik pak altijd gewoon een hoekje. Ik heb heel veel nu. Ik wil het graag winnen. Ik had 30 blokjes gedaan. Maar ik ga gewoon nog een potje doen. Want ik join het precies in een potje. Ik stond ook al punten achter, dus nu ga ik hopelijk winnen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. De eerste minigame, even kijken. Farming. Ja, ik heb er één. Zo, ik heb 1 punt binnen. Tot nu toe ben ik eerste. Want ik heb 1 punt en we hebben 1 minigame gedaan. Mijn logica. Hey, ik sta ook eerst ook bovenaan helemaal. Omdat ik de eerste was die dat had. Pinch pik gedaan. Ik ga nog een pik pakken. Ga je mensen naaien, want dan hebben we een pik meer. Nu ben ik 2 punten. Af voor de creeper. Er zit een creeper. Daar zit een creeper. Ik heb 3 punten. Dus ja. Het gaat goed. Ik heb nu toe alles gewonnen. Ik ben nog steeds eerste. Oeh. Voilà. Nu moet ik mensen eraf slaan. Dit heb ik heel vaak gewonnen. En nu weer. Ja, ik heb de minigame gewonnen. Ik ben nu echt eerste. Ik sta 1 punt voor op nummer 2. Break the torch. Nee. Naaiers.
En nu sta ik nog steeds eerste. Don't move. Ja, gewonnen. Nog steeds eerste. We gaan goed. 6 minigames. Ik vraag voor mijn short tour. Ik wacht even tot we weg zijn. Hup. Hup. Nee. Oké, we staan nu gelijk in nummer 2 en nummer 3 waarschijnlijk. Dus we zijn bijna. We gaan dit gewoon winnen, weet je. Moeten we niet bewegen. Stil blijven staan. Ja, weer gewonnen. Ik zie me steeds jump. Ja, gewonnen. 8 punten. Kijk wat ik dan move alweer. Ik heb mijn toetsport niet aan. Weer gewonnen. Kijk wat het nu is. Food fight. Ja, ik heb een stukje van de cake gegeten. Ja. Nu heb ik als het goed is weer een punt. Ja, ik heb gewonnen. 10 punten. Into the void. Weer gewonnen. Dus ik sta op 11 punten. Ik sta tot nu toe bovenaan. Ik hoop dat dat ook zo blijft. Pick the torch. Ja. Dat was een redstone torch. Dus ik dacht dat ik deze ook moest pakken. Nu heb ik er 2. Nou, ik hoop dat ik dan 2 punten krijg. Nee, dat is niet zo. Ik sta weer eerste. Nummer 2. Die heeft een punt minder. Into the void. Ja. Heb ik weer een punt. 13. En de tweede heeft 12. Pick the floor. Dit is echt een stomme. Dit verlies ik altijd. Zo. Even kijken of ik mooi kan tekenen. Ja, ik heb gewonnen. Nou mensen, like de video, abonneer op mij, abonneer op Gonze Games. Laat een leuke reactie achter of je meer van mij wil zien. Ik hoop het wel. Maar dan zie ik jullie later bij een nieuwe video.